En dan, Stoptober zit er weer op. Dat betekent niet alleen dat het weer startember is, maar ook dat onze uitzending over de tabaksindustrie een jaar geleden is. Toen ging ik tekeer tegen de Europese Unie. Wat was er aan de hand? Het ging toen om die test die wordt gebruikt om te bepalen hoe kankerverwekkend sigaretten mogen zijn. En die test die nu door de EU wordt gebruikt is ontwikkeld door de tabaksindustrie zelf. En dat slaat natuurlijk nergens op. Je moet ook niet aan Piet's Oliebollen vragen om de landelijke oliebollentest uit te voeren. En weer met stip op 1, Piet's Oliebollen. De rest was heel vies. Na elke andere oliebol heb ik snel weer een oliebol van Piet's Oliebollen gegeten. Veel lekkerder. Dat werkt niet. En omdat niet de Nederlandse overheid, maar de Europese Unie over de tabaksregels gaat, riep ik iedereen op om de eurocommissaris van Volksgezondheid, Stella Kyriakides, op Twitter te gaan volgen en een berichtje te sturen. Nou, dat is nu dus een jaar geleden. En het leuke is, en enige trots kan ik niet onderdrukken, want wat nou het leuke is, dat verhaal van ons heeft helemaal niets gedaan. Niets. Stella heeft dat totaal genegeerd. En aan jullie lag het niet. Hè? Jullie zijn haar massaal gaan volgen. Ze ging op Twitter van 7000 naar 32.000 volgers. En iedereen heeft haar gevraagd om een betere test, de zogenoemde Canadian Intense methode, in te voeren. En zelfs nu, een jaar later, zijn er nog steeds mensen die dat doen. Bijvoorbeeld onder haar tweet van afgelopen dinsdag over het EU Cancer Plan. Die tweet die heeft maar 2 reacties, allebei uit Nederland. Frits Bolt zegt, introduce hashtag Canadian Intense ASAP. En Ben van Koningsveld vraagt, what about smoking? Oh, hou vol, Ben en Frits. Jullie zijn de real OG's. Oh ja, Ben en Frits. Oké. En en Stella reageert niet alleen niet op Twitter, ze reageert ook niet op Facebook, op Insta, niet bij Opeen, niet bij het Franse Opeen, sur un, niet bij de BBC, niet in de vooravond, niet in de Spaanse vooravond, die begint om 9:30, duurt tot 1:00 s'nachts en dan gaan ze daarna pas eten, hè? Dat is echt crazy. Niet bij de ZDF, niet bij Jinek, niet bij de Tsjechische Jinek, Jinek. En dat terwijl in de tussentijd zelfs de WHO een rapport heeft geschreven met als boodschap, EU, kap nou met die kankertesten van de tabakslobby zelf. En Stella, die kan dat gewoon allemaal negeren. Hoe kan dat? Nou, dat heeft te maken met hoe de EU werkt. En nee, dit wordt geen anti-EU-verhaal. Het gaat niet over die gekke 100 miljoen euro per jaar kostende verhuizing elke maand van Brussel naar Straatsburg en terug, die 100 miljoen euro per jaar kost. Nee, het gaat ook niet over lastige kwesties zoals Polen en Hongarije die de rechtsstaat afschaffen. En het wordt ook geen pro-EU-verhaal. Het gaat niet over handel en welvaart en verbroedering. Nee, ik wil het over iets anders hebben. En dat is het feit dat er geen enkel contact is tussen de Europese burger en de Europese politiek. Niemand volgt het, niemand weet wat daar gebeurt. Kennen jullie bijvoorbeeld deze man? Dit is Janusz Wojciechowski en hij heeft net meer dan 350 miljard euro aan landbouwsubsidies verdeeld. Dat wist je niet, hè? Was hij zelf trouwens ook bijna vergeten. We will propose recommendations for member states that to prevent corruption. Okay, they are the most important things. Oh, sorry. It's about the budget. This is very important. And this is 365 billion euro proposed for the 7 years financial period. Dat was het volgens mij. Oh nee, wacht, het is 365 miljard. Dat was het. Oh nee, er is brand in de lobby. Dat was het. Oh nee, er komt een komeet op ons af. Lunch? Ter vergelijking, onze eigen Carola Schouten mag dit jaar slechts 1,8 miljard aan landbouw uitgeven. Maar ja, die kennen we. Hè? Die van Nieuwsuur, van Zomergasten, van Farmers Defence Force. Die zien we regelmatig. Maar Janusz hebben we, net als Stella, nog nooit gezien. Terwijl het meeste geld en de meeste regels uit Brussel komen. Waarom volgen we dat niet? En wie is deze mevrouw? Oh ja, de voorzitter van de Europese Commissie. Wist ik wel. Maar wat zij precies doet, dat weten weinig Europeanen. En dat is een belangrijk onderdeel van de kloof. Europa is misschien wel democratisch, maar de meeste mensen weten niet precies hoe het werkt. En het is ook best wel ingewikkeld, want kijk, de Europese Unie bestaat uit 27 landen. De inwoners kiezen eens in de 5 jaar het Europees Parlement. Het Europees Parlement stemt over de wetsvoorstellen die worden gemaakt door de Europese Commissie. De Europese Commissie bestaat uit eurocommissarissen, 1 per land, voorgedragen door de lidstaten. De Nederlandse eurocommissaris is nu trouwens Frans Timmermans, die ook vicevoorzitter is van de Commissie en trouwfan van Roda JC. Maar dan is er ook nog de Europese Raad. En in de Europese Raad zitten alle regeringsleiders van de lidstaten, voor ons dus Rutte. En die bepalen de begroting waar de Europese Commissie dan beleid mee moet maken, waar het
Europese parlement dan weer over mag stemmen. De Europese Raad, die moet je trouwens niet verwarren met de Raad van de Europese Unie, want daarin zitten alle vakministers, bijvoorbeeld alle ministers van landbouw als het over landbouw gaat. En die moet je niet verwarren met de Raad van Europa, want dat is gewoon een verzameling van 47 landen met een gemeenschappelijk volkslied. Niet te verwarren met het Eurovisie Songfestival, want dat zijn 34 landen met een willekeurig gemeenschappelijk gevoel voor wansmaak en Australië. En als je dit zo ziet, dan denk je inderdaad, wow, ingewikkeld. Maar dat geeft niet. Daar wen je vanzelf aan. Want als je naar Nederland kijkt, is dat eigenlijk ook best ingewikkeld. Want wij hebben een Eerste Kamer en een Tweede Kamer. En de Tweede Kamer wordt gekozen door het volk. De Eerste Kamer door de leden van de Provinciale Staten. De Provinciale Statenverkiezingen worden vaak gecombineerd met de waterschapsverkiezingen. Waarbij het volk mag bepalen welke politieke partij volgens hen de beste idee heeft op het gebied van water. Dan heb je ook nog de gemeenteraadsverkiezingen. Waarbij het bestuur van de gemeente wordt gekozen behalve de burgemeester. Want die wordt gekozen door de kroon. Niet te verwarren met Marco Kroon. Want als je door hem wordt gekozen, dan ligt een kook op je plate, pis op de stoep en word je wakker met een afdruk van zijn gezicht op je voorhoofd. Over de kroon gesproken. De koning is het staatshoofd, maar niet de baas van het land. Dat is namelijk de premier, of eigenlijk het parlement. Maar de koning is wel lid van de regering. Niet te verwarren met het kabinet, want dat zijn alleen de bewindspersonen. Het staatshoofd heeft dus niks te zeggen. Maar als hij wat zegt, is het meestal een beetje dom. En dat is geen wet, dat is gewoon zo gegroeid. Oké, Nederland is dus ook best ingewikkeld. Maar het punt is nogmaals, dat geeft niet. Je kunt het nog steeds volgen. Hey, je hebt niet alles paraat, maar toch weten we allemaal precies wie het eigenlijk voor het zeggen heeft, wie er alleen maar mag zwaaien en bij wie je voor een paar ton je granuliet kan laten dumpen. Je hoeft het niet precies te snappen. We kennen de gezichten, we zien af en toe een leuk stukje debat op Twitter of Dumpert en zo hebben we toch een gevoel bij die mensen en dus bij de democratie. Waarom is dat met Europa niet zo? En wie is deze meneer nou weer? Dit is David Sassoli. Oké, helder. Blijft mijn vraag, wie is deze meneer nou weer? De voorzitter van het Europese... Dat wist ik wel. Dit is dus de Khadija Ariep van Europa. Maar we kennen hem niet, want we kijken die debatten nooit. Ik zie het nooit op YouTube. En ik moet toegeven, daar heeft het algoritme wel een beetje een punt. Want het luistert toch niet zo heel lekker met zo'n tolk. Maar ook de uitdagingen van de groei, de regionale ongelijkheid, het milieu en de... andere aspecten in deze. Dat is een grote uitdaging, een nieuwe werkelijkheid ook. Waar heb ik het nu over? Geen idee. Want dit is niet te volgen zo. Het Europees Parlement is de grootste werkgever voor tolken ter wereld. En supercool, maar dit klinkt als een robot die het telefoonboek van Skopje voorleest. En hier kijkt natuurlijk geen hond naar. En dat lijkt me toch een minimale voorwaarde voor een democratie, dat je het een beetje kunt volgen. En dat je de politici zelf kunt verstaan. Maar dat is niet te doen, want in het Europees Parlement spreekt iedereen dus gewoon lekker zijn eigen taal. Behalve Frans Timmermans natuurlijk. And we need to do this because Mother Earth is fed up with this behavior. And you know, she was able to exist for millennia without human beings. Je kunt zeggen wat je wil, maar Frans Attenborough maakt er wel wat van. Timmermans die neemt in zijn eentje de verantwoordelijkheid op zich om het debat een beetje vermakelijk en kleurrijk te maken. En hij schuwt daarbij geen enkel middel. Soms zet hij zelfs een Iers accent en een pruik op. This is not democracy. Democracy isn't about majority voting. Democracy is about giving the people a say. Oh, Frans. Maar goed, de meeste Europese politici spreken liever hun eigen taal. En als je dan niet naar die tolken wilt luisteren, dan klinkt een debat dus zo. Mijn mening is dat zo klaar. Sikeresen megvédtük a bankokat. Je priske pojera émendadoz. Mint a digitális átállás vagy a klímavédelem. Csicsérseg a gosszadanya. Zelfs de Universal Translator van Star Trek heeft zoiets van, ik vlieg net een tunnel in. En nu denk je, ja logisch, het is een club van 27 verschillende landen met allemaal verschillende talen. En je kunt ook niet zeggen, we doen de taal van één lidstaat, hè? We gaan Duits spreken. Want dan zegt Frankrijk, ja bonjour, dan zijn de Duitsers opeens in het voordeel. En Frans kan ook niet, en Italiaans kan ook niet. Geen enkele taal is neutraal, behalve eentje. De Britten hebben nu echt afscheid genomen van de Europese Unie. Om middernacht onze tijd werd de Brexit definitief. Engels is opeens beschikbaar. Nu het Verenigd Koninkrijk eruit is, is Engels een neutrale taal waar geen enkel EU-land extra voordeel bij heeft. Democracy is about giving the people a say. Oké, Ierland. Nee. Ik denk niet dat alle andere landen nu opeens heel jaloers gaan worden op Ierland, toch? En
En Engels is wel echt ideaal. De hele wereld spreekt het en wij Europeanen zijn er toch al goed in. De English Proficiency Index houdt bij in welke niet-Engels sprekende landen ze het beste Engels kunnen. Op 1 staat Nederland. Wij hebben Zweden ingehaald. Die stonden vorig jaar nog eerste. De doorslag was in de finale. Een meneer uit Loenen die opeens het woord perpendicular paraat had. En daar had een onderwijzeres uit Malmö niet van terug. En daarmee was het gat te groot voor Zweden om het nog goed te maken in de muziekronde. Enfin, in de top 20 staan 16 Europese landen. Waarom zouden wij in Europa dan niet gewoon voor Engels kiezen? Want dan zijn die debatten op zijn minst te volgen. Als we dat zouden willen natuurlijk, want dat is nog een tweede probleem. Wie heeft de tijd om 3 uur lang naar een debat te kijken? Zelfs in Nederland kijkt bijna niemand hele Kamerdebatten. Dat is gewoon niet leuk. Anders werden ze wel integraal uitgezonden op SBS6... met 10 reclameblokken ertussen en als presentator Martin Meiland. Dus, oh, ze heeft per ongeluk voor die motie gestemd. Wat goed! Niemand kijkt hele debatten. En dat hoeft ook niet. Daar hebben we mensen voor. Ja, precies, dit is mijn guy. En andere mensen zijn meer van Nienke de Zoete, van Nieuwsuur... of andere Den Haag-watchers, zoals mijn tante Gerda... die op Facebook altijd enorme Pinocchio-neus op politici Photoshop. En al deze mensen samen noemen we de vierde macht. Als Nieuwsuur of de Telegraaf een misstand ontdekken... dan heeft de minister een probleem. Die moet dan sowieso reageren en soms zelfs aftreden. Maar in Europa heb je dat niet. Daar hebben politici bijna niks te duchten van de pers... Voor een eurocommissaris is Nieuwsuur uit Nederland gewoon totaal niet bedreigend. Er is de laatste 8 jaar is er maar 1 eurocommissaris afgetreden vanwege een schandaal... terwijl er echt wel meer schandalen moeten zijn geweest. Maar dat weten we niet precies. Dat was trouwens deze meneer, Phil Hogan. Die moest aftreden vanwege een diner met 80 mensen in coronatijd. Dit was dus de eerste aftredende eurocommissaris in 8 jaar. Ter vergelijking, in Nederland hebben in die 8 jaar... wel 10 ministers en staatssecretarissen moeten aftreden. En dan kun je nog denken... Ja, logisch, wij hebben hier gewoon relatief veel VVD'ers. Maar dat argument gaat niet op. Want ook in Europa heb je VVD'ers. Zoals Nelly Kroes, die was 10 jaar lang eurocommissaris... zonder ook maar 1 keer af te treden. Terwijl ze al die tijd gewoon bij de VVD zat. Dan gaat er toch iets mis. Wat ook veel zegt, is hoe onze Stella vorig jaar werd onthaald... door de pers op haar allereerste dag als eurocommissaris. Dat was een spannend moment. Dan kom je aan in Brussel. Je gaat over de gezondheid van 500 miljard mensen. En dan moet je langs zo'n muur van journalisten, weet je wel... met geschreeuw en kritische vragen en al die flitsen in je gezicht. Nou ja, kijk maar even. Good morning, everyone. Right, well, very happy to be here. This is my first EBSCO meeting, and I'm looking very much forward to working with all the member states for the future of the health and food safety of the European Union. Thank you. Nou, die kan nog wel normaal over straat, zeg maar. Ik denk ook gewoon dat letterlijk iedere eurocommissaris... een willekeurige supermarkt in Europa kan binnenlopen... zonder ook maar 1 keer herkend te worden. Misschien als Frans Timmermans de Albert Heijn To Go bij het Binnenhof binnenloopt... en Ron Vreese staat net zijn croissantjes te scannen... dan zal Ron vast even Arjan Noorlander appen van... volgens mij staat vader Abraham bij de chips. Maar that's it. En de vraag is dus eigenlijk, kan iets een democratie zijn... als politici elkaar niet kunnen verstaan... als burgers de politici niet kennen en politici de pers kunnen negeren? Hoe lossen we dit op? Nou, ten eerste dus de taal. Als iedereen Engels zou spreken, is dat echt veel handiger. En ten tweede de pers. Ik ben voor een leuke Europese talkshow. Die maken we dan met de hele EU. Elke dag, uitgezonden in alle landen, gemaakt door de allerbeste journalisten van Europa. Zweden stuurt Björn Kokkelman, Denemarken stuurt Anders Kokkelman, Duitsland Günther Kokkelman, Frankrijk Jean-Claude Kokkelman, Italië Giuseppe Kokkelman, Spanje Paco Kokkelman en Nederland Thijs van den Brink. En dan noemen we het programma Europe 1. En even terug naar Stella, want zij heeft ons genegeerd... maar ze heeft wel 1 keer schriftelijk kort iets gezegd over die tabakstest. En haar argument is letterlijk dat er geen enkele machine is... die menselijk rookgedrag precies nabootst. Ook die Canadese test dus niet. Dus dat we dan net zo goed die test van de tabakslobby kunnen gebruiken. Maar dat slaat echt nergens op. Er bestaat ook geen meetapparatuur die precies kan zien hoe hard een auto rijdt... maar we laten onze flitspalen ook niet ontwerpen door Dave Roelvink. Niet logisch. En dat moet iemand een keer tegen haar zeggen. Het moet toch mogelijk zijn om haar 1 keer 10 minuten voor een camera te krijgen... tegenover een journalist die echt een paar keer doorvraagt. En daarom
ga ik nu toch nog één keer proberen om haar te bereiken. Het moet toch een keer lukken om haar aandacht te krijgen, want ik voel me inmiddels een beetje de Europese Marlon Brando. Hey Stella! Precies dit. Even later gaan ze trouwens neuken, maar daar gaat het me nou even niet om. Stella heeft nooit gereageerd op onze tweets, maar misschien moeten we ons niet zo makkelijk gewonnen geven. Ik bedoel, gaf Napoleon op nadat hij was verbannen naar Elba? Gaf Atalanta op toen ze 2-0 achter stonden tegen Ajax? Gaf Ruud zich op toen hij hoorde van het Big Brother huis? Tuurlijk! En dus ga ik Stella nog één tweet sturen hier. @Stella, will you come to E4Gynec to talk about tobacco testing methods? The World Health Organization says you're using the wrong method. Nou, voor de zekerheid nog even het gifje van Marlon Brando erbij. En als we die allemaal sturen, misschien reageert ze dan en wordt de kloof tussen de EU en de burger weer een stukje kleiner. En dan ga ik nu even Jinek inleggen. Even kijken. Dit was Zondag met Lubach. Heel veel bedankt voor het kijken. Veel plezier met je week en tot volgende zondag. Eva. Hey, met Arjen. Ik heb volgende week nog een plekje voor deze Eurocommissaris. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal, zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.